Welkom iedereen bij een nieuw part van de Let's Race Pokémon Generation. Nou, Let's Race. Let's Go. Ik wou dat zeggen. Durf jij Let's Race te zeggen? Pokémon Generation Sonic. Vandaag gaan we verder met Johto. Ja. Maar eerst even een kleine team recap van wat we hebben gedaan. We zijn nu level 15. Geodude met Tackle, Defense Curl en Rocktro die gekoppeld is aan Spearow. Mijn Spearow is Spec, Growl, Leer, Fury Attack. Ik dacht je zeggen, mijn Spearow. Ja. Nu nog even door, Jordi, maar... Oké, volgende is Zubat en Geodude. Met Leech Life, Supersonic en Bite. Tackle, Defense, Growl, Rocktro. Bayleaf met Tackle, Growl, Razorleaf en Reflect. Kyolava, Tackle, Ember, Smokescreen, Leer. En Ekans, waar ik nog geen idee heb wat ik met hem wil gaan doen. Met Rap, Leer, Poison Sting en Bite. Flavi, Tackle, Growl, Thundershock. Oké, nou... Vorige part hebben we eigenlijk gezegd dat die Union Cave voor hem het meest interessante kan zijn. Ja, ik speel op dit moment nog in het donker. Ja, zometeen draait hij om en dan ga ik weer in het donker. Oh, je speelt nog in het licht? Ik speel nog in het licht. Geilig. Dus wanneer we de cave uit zijn is het omgekeerd. Ja. Maar Harm weet wat je moet doen. Je moet zometeen de trap nemen naar beneden in de cave. Kan die sensgroep vangen en ik ga denk ik gewoon vissen. Ik moet eerst even een Onix verslaan. Maar ik heb geen enkele Pokémon die Rock goed tegen is. Ja. Kijk, het mooiste is Onix is een doepsklos omdat ik oorspronkelijk een Bellsprout had ge... Het is een trainer. Oh, het is een trainer. Oké. Okay. Nou, je raadt nooit wat mijn encounter is. Trash! Magikarp. Nou, op zich. Magikarp is niet verkeerd. Je moet hem alleen nog even level 20 trainen. Hij is level 10, dus... Ah, mooi. 1, 2... Ik ben ondertussen bezig met een Metapod Battle. Veel plezier. Tuurlijk joh, Morokterum is voor de vijfde keer achter elkaar. Niks aan de hand joh. 2... Wat? Ik ga even wisselen naar Zubat. Die doet weinig damage, dus dat is allemaal goed. Ik zie alleen niet dat we veel nog gaan vangen wanneer de cave uitkomt. Nee, vertel mij wat. Het enige wat je daar hebt is Machop, volgens mij, en dat is het enige nieuwe. Nou ja, Machop. Niet verkeerd. Nee, klopt. Dit is zo annoying, deze battle. Dat is echt, echt niet normaal. Duurt lang. Ja. Oké. 1, 2, 3, nope. Ik kon bijna een gateball tegen gooien. Ga ik het nu gewoon doen. Oh, wef. Het is een fucking Magikarp, die moet er in één keer eens komen. Ja, daarom dacht ik ook. Hoppakee. Magikarp is binnen. En jij gaf hem een mooie naam, we noemen hem Trash. Je noemt hem Trash. Ja, Trash. Oké. Okay. Water Potion. Dit is prima. Doops Klas is iets heel moois. Anders heb ik op dit moment helemaal geen crap. Toch even, als je geen doopsklas had gedaan met Nuzlocke, dan was het al heel snel van... Oh, ik heb een heel team vol met insert... Rodent Pokémon. In Gen 1 alleen maar Rattatas gehad, in Gen 2 alleen maar Sentret. Ja. Ook al zijn we nog geen Sentret tegengekomen. Ik vind het knap hoor, Gen 2 zijn nog geen Sentret tegengekomen. Nou ja. Critical hit. Nee, waar ik even met jou wilde hebben was het seizoen wat nu bezig is van Dreams Call. Jij wist niet wat dat was. Nee. Het is voornamelijk een serie waarin jongeren tussen de 17 à 23 jaar via een bepaald schoolproject weer echt eerst een diploma krijgen, maar gewoon echt weer in de maatschappij terecht kunnen komen. Oké. Die dan de middelbare school vaak dan wel even af hebben gemaakt, maar niet verder konden komen.
Omdat, nou ja, terechtkomen in drugs, probleem met ouders, helemaal geen ouders, dus van pleeggezin naar pleeggezin moesten. Of verzin maar een reden waarom je het niet voor elkaar uit kunt krijgen om de school af te kunnen maken. Mm-hmm. En daarvoor is het voornamelijk, en soms kom je wat leuke dingen tegen, en dan gaan ze voornamelijk mensen erbij halen vanuit de maatschappij die ook niet helemaal de normale traject hebben gehad. Of gewoon echt van de iconische mensen erbij halen. De laatste aflevering die ik heb gezien was met een kapper. Hij had gewoon twee keer kappers erbij gehad van oké. Wij zijn ook met niks begonnen. Wij begonnen ook in een. Wij begonnen ook eigenlijk met achterstand. En die hebben nu eigen bedrijf en eigen opleiding voor kappers. Ja. Yeah. Eentje die jij waarschijnlijk wel leuk gaat vinden. Vorig seizoen zat Maarten van Rossum erin. Oh god. Dat ging niet goed. Want? Je weet hoe Maarten van Rossum is. Onze linkse gekkie, ja. En je zit dan met mensen in een lokaal. Ja. Waar de motivatie al nul is. Interactie is nul. Ja. En het gaat Maarten van Rossum een beetje vertellen over de geschiedenis van Amerika. Ja. Dat weet ik niet. Ja, maar ja. Ik zei, nou ja. Kijk, maar hij is een PvdA. Hij moet het makkelijk kunnen handelen met die mensjes. Nee, maar zo was het wel. Dus hij gaf het aan, want de tweede poging ging wel iets beter. Maar over het algemeen, dat werkt gewoon niet. Nee, dat begrijp ik. Ook wel, ja. Maar ik vind het op zich leuk. Iets om te kijken, puur en alleen maar om te zien van hoe mensen dan toch via de maatschappij weer terug. Die eigenlijk een verkeerde hand zijn gedeeld en toch weer proberen om terug te komen. Hm. Ja, vaak zit er ook gewoon problemen in die kinderen. Het zij blowen om, nou ja, om niet de gevoelens toe te geven of compleet agressief te worden. Dus het is geen het is niet per se feel good bagger. Nee. Daar heb ik een tyfuszekel aan als programma's feel good bagger hebben. Als ik het beste mee kan omschrijven, is het gewoon een. Het beste wat ik wil zeggen is gewoon een beetje de tweede en derde klas van middelbare school leren, dat je daar weer in zit. Onyx Doops klas? Onyx is Doops klas, ja. Okay. Nee, maar dat is gewoon flink. Dat het gewoon soms flink. Naar de tering kan gaan alles. Dus op zich vind ik het wel leuk om te zien. Hm. Nou, alleen begin er wel op. Ja. Ik ben van begin wel iets op te vallen met alle tv. Hm. Alle. En als ik het niet duidelijk zeg, moet je maar zeggen, maar alle vrouwelijke benamingen van beroepen zijn niet meer. Wat bedoel je? Directrice. Presentatrice. Directrice kan ik begrijpen, want meestal is dat gewoon directeur. Ja, maar zulke benamingen beginnen allemaal mannelijk te worden en minder het onderscheid ertussen. Een beetje langzaam, maar zeker begin met dat vaker op te vallen. Nou, is dat maar in positieve of negatieve zin? Hoe ze het vaak uitdrukken op tv is het vaak in neutrale manier. En hoe ik er een beetje naar kijk is zo van, waarom wordt het aangepast? Maar ja, ik zit er ook zo in van, als je puur kijkt naar alle protesten, die eigenlijk om niks te gaan de afgelopen paar jaar, dan is het wel zo van, oké. Ik kan het zeggen, protesten, dan moet ik om lachen. Ja, aan de ene kant, ik kan wel begrijpen waarom ze het opeens doen, maar aan de andere kant is het ook van, waarom is het opeens anders? Nou, die met die kinderen begrijpen nog steeds niet. Er zat 10.000 innerlijk op het Malieveld. Vervolgens weten we misschien 5 op te doen, maar voor ze er slecht staan. Zilbert ook doekplas, hè? Zilbert is ook doekplas, ja. Ik kom die fucking Pokémon maar niet tegen. Wat is de encounter kans? 2% of zo? Weet je wat? We halen het mooie ding weer bij. We halen het mooie dingetje er weer bij. Oké.
Zo. Oeps. Union Cave. Kom op. Pak hem. Gold. 30%. 30%. Nou, ik kom vervolgens nog niks tegen. Geen onderscheid tussen dag of nacht. Oh, als je daarvoor de duivel hebt. Mag wel af. Prima, toch? Zo. Ja, even ook een kill er, maar... Ja, daar moet je wel mee oppassen, ja. Het is een van de weinige Pokémon's waarvan je denkt van, oké, die kan nog handig zijn. En die zal ik niet heel snel weer tegenkomen. Ja, best. Oké, dus Sandshrew en Magikarp. Prima. En ik zeg dat en ik herinner me net... Oh, wacht. Die Pokémon kun je ook krijgen bij de casino. De casino Pokémon's in deze gen zijn Abra, Sandshrew en... Ja, maar dat is toch pas after game? Nee. Golderot. Ja. Nee, fuck it. Gingen we ook puur om even duidelijk te maken van, hey, we kunnen het ook op andere manier doen. Oké, maar even kijken voor de volgende, of dat echt zin heeft om daar nog even iets te zoeken. Route 33. Ja, maar dat is letterlijk alleen maar dat stuk daar. Ja, het enige wat we daar kunnen doen is zeggen we wachten daarmee. En zodat we daar later kunnen headbutten. Oh, ook best. Later. Dat kan zo meteen al. Ja, maar niet dat we niet direct gaan doen. Nee, best. Want wat je headbutt kan krijgen zijn dingen zoals Spiro. Nou ja. Die heb je al. Apom. Of Heracross. Nou, Heracross is niet verkeerd, maar Heracross is weer zo'n laag encounter. Ja, andere opties, hop-ip. Mijn kennende ga ik er toch nooit, dus... Andere opties, hop-ip. Ah, fuck off. Die trek ik gelijk door de play. Dat gaat niet lukken dat ding zweeft, hè? Oh ja. Jezus, weer een Geodude die ik moet verslaan. Godverdomme. Weet je wat jij nodig hebt? Een watertype. Of een grastype. Mooi. Dus Per is voor jou in Ilex Forest? Nou, op zich. Waarom niet? Oh jezus, nog niet direct, nee. Ja, moet ik dan... Klopt. Even kijken, wat is anders? Ik heb ook nog een Pokémon nodig die kut kan leren, hè? Dat is Sens goed, toch? Oh ja. Shut up. Not funny. Zo, oké. Gewoon tussen maar gewoon het stuk van de sloop ook wel doen. Maar even nadenken, wat ga ik bij de sloop ook wel doen? Welke Pokémon ga ik gebruiken? Ik wil zeggen Geodude. Want ik zie niet echt iets waarvan ik denk van, oké, dat gaat me echt helpen zometeen. Ja, Grass heb je niet zo heel veel aan bij Team Rocket. Dus ga ik met Geodude maar gewoon levelen. Ik denk dat Geodude ook mijn mond gaat worden bij de gym, dus in dat opzicht. Want ik hoef echt nog niet te zien wat ik in Alex volgens ga vangen. Kom, dat is echt... Dat kan zijn een Bellsprout. Maar dat kan ook zijn crap. Probably that. Zo, Rocktrol. Alleen even kijken of Bayleaf wel kut kan leren. Anders moet ik even kijken of ik iets uit de box heb gehalen. Back that son of a bitch! I want that KO. Laatst was nog een hele mooie mening
gehoord van onze grote vriend Sugar? Wat? De eerste, maakt niet uit of het voor een nieuwe Genesis of wat dan ook, maar voor een, nieuwe Pokémon game, zou hij graag dat de eerste gym een Dragon type ja, gym zou zijn. Ja, dat zou wel nice zijn. Dat laat ik ik het ook snap gehoord. Dat alleen dat niet. Waarom niet? Kijk, ik snap het idee van, oké, dan, heb je nooit het voordeel. Dat snap ik. Ja. Alleen, wat zijn de Dragon Moves die een baby Dragon kan leren? Ja, Dragon Rage of zo, misschien. Ja, maar is Dragon Rage niet een beetje op, hè? Ja, dat is ik, dat, 40 HP per keer, inderdaad. Daar dacht ik meteen van, oké, van, ik snap waar die vandaan komt. Maar ik zit er ook zo van in van, dan zit je al heel snel tegen dingen zoals Dragon Rage aan. En ik vind Dragon Rage in het begin van de game... Too OP. Iets te OP, want we zijn nu level 15. En mijn Geodude heeft net level 40. Heeft net HP 40. Ja. Dus die kan niet één Dragon Rage overleven. Dus ik zat ermee van... Oké, ik snap het wel, maar... Vergeet trouwens niet te veel heal te pakken, hè? Bij? Nou, als je bij die cave... Voor de cave entrance, als je er omheen loopt... Oh ja, daar. Oh, er is ook trouwens een encounter hier. Hm? Er is ook een encounter hier. Die cave... Ja, maar... Ja, ja, die sloopt ook wel, ja. Maar... daarover hebben, hè? You killed that fucker. Nee. En wat ik daarom heb tegengekomen is een Zubat. Ik heb al een Zubat, maar... Ik ben er ook een sloop ook tegengekomen. Of is dat Crystal alleen? Ik ben al aan het kijken. Ja, 85% Zubat. En 15% sloop ook. Nou, gewoon net zo lang zoeken als je sloop tegenkomt. Doe ik ook. Nee, toegeven, voor de rest is er ook niks. Heb ik eindelijk een water-Pokémon? Ik weet niet eens of ik hem ga gebruiken, maar toch. Want ik heb al gezien wat voor de andere crap je hier hebt. Het is Zubat of Slowpoke. Ga je vissen, is het de Goldeen of een Magikarp? Nou, daar ben ik niet vrolijk van. Dus dan weet ik al genoeg dat het waarschijnlijk een Slowpoke gaat worden. Ik ben aan het only runnen met een Spearow. Ik ben aan het only runnen met een Geodude. Nooit verwacht ik het ooit zou zeggen. Nou, het is het begin van de game. Zo, Ja, ik denk niet dat wij voor elkaar kunnen krijgen om hier de Lepros te... Lepros is Union Cave, toch? Ja, die snap ik wel. Ja, en dat is op een, vrijdag. Ja, laat maar, dan wordt hem sowieso niet. Zo. Nou, we kunnen nog wel gaan zoeken naar de Slowpoke. En we bij een sloop ook. Eerst even trainingen doen. Nee, dat sowieso. En maar dan wordt toch even gaan kijken van oké, wat gaan we doen voor de teams? Want na een tijdje is het wel zo van oké, we kunnen keuzes maken. Ja, jullie moeten het dan gewoon bepalen. Op basis van de Pokémon die we tegenkomen. Want we hebben nu zometeen hier. Het putstuk. Hebben we Ilex. Dan hebben we de route nog naar Goldorot. Ja. Ja, we hebben nog een aantal dingen. En dan ga ik niet blij mee dat in deze game Snubbull pas aan het einde van pas links van Ecotiek is. Ja, en Crystal kan je hem al meteen krijgen voor Goldorot. Toch even, Snubbull is niet heel goed, maar... Wat wil je zeggen? Ik heb ook niet altijd zoveel zin om Teddiosa te gaan zoeken in de Dark Cave. Zo, klik dan 10, spring dan to me, bladibla, bladibla. Oké, dank u wel. Oké, even healen. En dan is het denk ik tijd voor onze grote vriend Buxie. Had jij eigenlijk die Visit Insert Regio gezien? Wat dan? Visit Kanto, Visit Johto, Visit Hoenn, Visit... Oh nee, die video's heb ik ook wel eens lagen. Dat vind ik zo'n bullshit. Ik zat eens altijd aan te kijken van... Welkom bij je PowerPoint van de brugklasse. Ja, mooi. Ik zat er zo echt aan te kijken van... Serieus? Ja, het is de
Pokémon, de Pokémon Company, wat verwacht je? Die moet je al niet serieus. Die moet je al niet serieus nemen, laat staan. Klopt. Hier is wel een goeie. Want het ging dan voornamelijk om de Pokémon TV app die geüpdate was. Ik heb gekeken met Nando van oké, welke serie zit er nou daadwerkelijk op? Nou, voor ieder seizoen hebben ze 52 afleveringen. Dat is volgens mij hebben ze dan zowat alles. Ja. Alleen toen ging ik nadenken van oké, wacht even. Er komt een nieuwe gen aan. Wat gaan ze doen met de anime? Ja. Want in Sun & Moon zijn ze flink van afgestapt. Toch even dat van Sun & Moon kan ik echt totaal niet meer volgen. Nou, maar dat volgt niemand. Want in plaats van gewoon gym na gym na gym is het nu gewoon slice of life. Maar toch heb je dingen zoals de Tapu Koko's en de Trials. Dus helemaal volgen doe ik het al niet meer. Nee, maar wie heeft dat überhaupt gedaan? Magnitude! Er zijn genoeg idioten op de wereld. Er is vast wel iemand die het helemaal heeft kunnen volgen. Alleen ik ben het niet. Ben jij wat tegengekomen of niet? In de sloop ook wel. Ja. Nee, zoals ik zei, ik ben maar gewoon. Over. Ik ben maar gewoon naar Buxie gegaan. Ik ga niet alleen maar zoeken naar een sloop ook. What the fuck? Je wordt gewoon gevoel hield door Kirk? Kirk? Sorry. Kirk. Nee. Nee, ik zit al zo van, als ik een sloophoek wil, ga ik later wel terugkomen om te surfen. Naast de 100% is de 100% encounter, dus... Wist jij, leuk, dat ook Pokémon 5, waarschijnlijk wist het al, die tweeling die aan het begin staat, hè? Twins, Amy en May, ja. Als jij links pakt, begint ze met Spinnerwerk. Als jij rechts pakt, begint ze met Ladybug. Fucking grappig. Het zijn van die hele kleine dingen die totaal niet opvalt. Nee. Alleen, niet is de grap, daarvoor speel je wel de games opnieuw. Want dat vond ik sowieso een hele belangrijke. Als je puur kijkt naar de games, geeft Kanto je wel de meeste vrijheid. Sowieso. Hoe je de game doorloopt. Jij kan kiezen of jij eerst Purse doet of Chuck. Pierce. Nee, ik bedoel echt Kanto, niet Johto. Ah, Johto. Johto is ook een goede omdat je eerst kan zeggen van oké, ik doe eerst Chuck of eerst Price, zoals je zegt. Price. Maar in Kanto kan je zeggen van oké, ik zie hier Erika. Maar ik kan ook zeggen, fuck it. Ik doe eerst Pokémon Tower. Ga eens Koga doen. Erika kan je als laatste doen, bij wijze van spreken. Erika kan je als laatste doen. Sabrina kan je als laatste doen. Koga moet je wel vaak doen als vijfde of vierde. Nou ja, hoe snel wil je surf hebben? Als vierde. Als derde kan toch niet. Maar dat geeft je opties om dingen op andere manier te doen. En dat is naar mijn mening nog steeds beter. Want je kan zeggen van oké, Hoenn had het een beetje, want je kan Brawly skippen. Maar ja. je gaat er langs heen. Dat, de tweede, wordt mee nog moeilijker. Brandon ligt er aan wie je start kiest. Ja, precies. Ja, dus ik vind dat van Kanto vind ik nog steeds het mooiste. Want ik kan Kanto op... Kanto kan heel vaak replayen puur om te zeggen van oké, nu neem ik deze route. Mm-hmm. Alleen Kanto kan je niet replayen om te zeggen van oké, nu begin ik deze Pokémon. Merendeel van de crabs zit toch in het begin. Ja. Je gaat toch niet heel snel zeggen van oké, ik wil een team hebben van Taurus en Kangaskhan, want dan ben je bij het einde. Want een beetje moeilijk. Zo, weer Pokémon uit. Zo. Een Beedrill, maar daar ben ik niet bang voor. Oh, je bent ook mee bezig. Ik heb alle trains maar gewoon rustig gedaan. Ja, dat doe ik ook. Zo. Wauw, een crit 1 damage, mensen. Dus dat was misschien voor mij de eerste keer zijn dat ik deze gym haal met de Rock-type. Dan leer ik het ook gewoon met Fire-type, wanneer ik die heb, of in de Flying. Of als ik de dood wil riskeren, gewoon met Croconaw.
Level 16. Harm, een snelle tikken gaat er niet sneller door, hè? Nou, ik kan soms wat frames overslaan. Hak al met op bij mijn eigen opnames. Dan kon ik ineens iets één frame doen. Dat is dan heel raar om te doen. Toch even net ook over Windwaker, hè? Als je Tower of the Gods doet, kan je, als jij een plekje hebt, je moet steentjes neerzetten op een plek en dan gaat het, hoe heet het? Dan gaan de platformen bewegen. Maar als jij twee van die stenen neerzet en over de derde heen rolt, dan kan je op de lift die naar boven naar beneden gaan, kan je gewoon al liften. Oké. Okay. Omdat er een één frame window zit. En dat was Bugsy. Maar we hebben nog even een aan het fixen. We zijn misschien iets te hoog level. Ah, dat zeg jij. Ik krijg zo meteen een moeilijke... Zometeen krijgen we zilver. Fury Cutter, hartstikke mooi. Jij hebt wel Swift opgepakt? Ja. Oké. Ja, volgens mij leert Kulaver die van het huren. Zou kunnen. Volgens mij wel, uit mijn hoofd. Kulaver was mijn allereerste starter ooit voor Gold, dus... Toch even, een tijdje zit ik ook met de games van... Was dat nou zo? Ja joh. Je kan er straks zijn een 900 plus Pokémon, maar... Bij mij is het meer een probleem van... Ik kan er een tijdje niet meer onthouden van... Oké, wat leert hij op die level? Wat leert hij op die level? Maar dat verandert toch met iedere gen. Ja, maar waarom zou je het ook willen weten? Daar heb je Google voor. Precies. Fairy Cutter, doet 3 damage. Toegeef, ik vind het wel altijd handig om te weten van... Oké, die Pokémon kan ik daar vangen. Fairy Cutter mist. GG. Zet er neer. Dat vind ik soms wel even handig om te hebben van, oh ja, die Pokémon kon ik daar, die Pokémon kon ik daar. Kikuna! Katgiel, ja. Burn in hell. Okay. Let's go, rival battle. Makkelijkste badge ever. Nee, makkelijkste badge ever hebben we al gehad. Hallo, ik had 3 Pokémon die super effectief waren. Nou, ik eigenlijk 2, alleen Zubat heeft geen moves. Ja, Zubat Wing Attack had gehad, dat ik het met Zubat gedaan. Ik had Peck met Spirit die ik kon gebruiken. Ik had Rock Throw met Groudon. Harm? Ja? Nee. Beetje OP. Nou, wie zegt dat? Als je level 15 was geweest, wie zegt dat? Legendaries zijn niet zo goed hoor. Over het algemeen, als ze niet zo hoog level zijn. Nee. Ik spreek dat uit ervaring, randomizers. Fair enough. Toegeef, ik word dan... Liever kom ik ook gewoon geen legendaries tegen in randomize run, want die vang je toch. Zelden. Tenzij het Pokémon X en Y is, want dan wil ik hem wel op de eerste route tegenkomen. Maar hey, want dan zit toch zo in elkaar van... Alles wat je op de eerste route tegenkomt, kan je vangen. Gaat hij direct in. Doet niet moeilijk. En Rival Battle klaar. En dan begin ik aan mij, GG. En ik heb bijna een Geodude van level 21. Is Magnitude, is Levitate al ingetroduceerd hier? Nee. Ja. Nee? Abilities. In 3. Oh ja. Dus ik kan gerust Magnitude doen. Oh fuck it, ik burn that fucker. Dus Morty? Poison? Magnitude. Bye bye Morty. Mooi. Ja, dat is het wel. Ja. Oké, ja. Nou, Crocodile hoef ik ook niet bang voor te zijn. Dan kunnen wij Eilix doen. Even Pokeballs halen. En dan, yo, Flavi. Eilix doen, headbutt fixen. Kijken of we nog rechts kunnen vangen. Ah, ik heb weer een Pokeballs. Thundershock, dit motherfucker.
Doe de shock of motherfucker. Oké. Dan doen we even die minigame met de Farfetch. Ah, net ging ik level up. Oh, zo bad. Kijk, en daarom is het niet fijn als je een XP parasiet, want het is toch van fuck, hij is helemaal volledig, maar ik mis net één experience. Ja, dat is echt kapot en nou, jong. Zo. Zo. Deze. Hop. En dan gaan we zo meteen janken wanneer je niks van mijn kut kan leren. Haha. Ik zie het nog wel gebeuren, hoor. Zo, klaar. Als je alleen hier tegen een B-lief moet hier, dan is het al hulp te huilen, hè. Ja, die spamt tenminste nog geen reflect. Nou. Weet je dat zeker? Ik wil zeggen van wel. Zo. Toch even, B-lief kan toch niet zoveel dingen leren in het begin. Dus als ik die kut moet leren, vind ik dat niet heel erg. Maar dan wordt toch waarschijnlijk de beste move, wordt waarschijnlijk toch body slam of zo. Ordish. Dat is jouw encounter? Ja. Maar hij kon slechter treffen. Oké. Gaan we huilen, ja of nee? Ruxie killed it. Laat maar. Critical hit, tackle. Dus! Oké. Dan zijn de repels bij mij ook niet meer nodig. Waarom koop je repels? Ik word hier gaan vissen. Oh, F. Dus ik zat zo even, als ik gewoon hier ga vissen is niks aan de hand, maar... Dus, about that. Ach, we moeten toch, we gaan toch teruglopen wanneer we Headbutt hebben. Ja, yeah, true. Dus, ja. Het is wel even... Kijken, wat kan ik nog meer tegenkomen hier? Want ik heb nu, bij mij is nu de repel uitgewerkt. Tunene. Ik zeker niet in Headbutt. Mogen wel meer van zulke moves komen. Gen 3 had wel het idee van Secret Powers en Hidden Powers. Maar voor mij mogen best wel meer moves komen die echt iets met de omgeving kunnen doen. Mijn account was geweest een Kakuna, nou, anders. Ja, dat vond ik F zijn geweest. Ja, met Beedrill mag je niet blij zijn in deze game. Nee. Gen 6, Gen 7 daarentegen. Ja, maar dat dan, ja. Oké, okay. Ja. Voor mijn kennis krijg je geen Gen 7. Nee, volgens mij wel, want je hebt Caterpie, je hebt in het begin stuk, dus dan... Heeft de andere generatie heeft dan Weedle. Denk je? Denk het. Nou, ik moet hopen dat de Jenny morgen, nou, wordt dat niet tot die... Kut Pokémon's heb. Dat is ook een ding kan je toch nooit van tevoren voorspellen. True. Nou, ik heb Ekans maar gewoon Headbutt geleerd. Ja. Ik ga het toch niet leren aan Geodude, want Geodude heeft al genoeg moves. Revive, daar heb ik nou echt even geen tyfus aan. Nou, ik ben alweer terug en nu ga ik Headbutt op dat stuk. Nu al? Jezus man, ik ben al bezig. Want toen heb je het, ja. Een Pokémon fell out of the tree. Nou, welke is het? Spiro, maar jij hebt dan Spiro, dus... Doomsclaw! Je moet gewoon hopen op een Pineco van Heracross. Pineco krijg je niet op dit stuk. Niet hier? Dat is wel een dikke rip.
Pyke was wel cool, though. Pyke was wel cool, alleen een drama om te trainen. Want nou, ik heb hem een keer in die mono bugrun gedaan van Gen 2. Oké. Okay. En op zich, Fortress is niet verkeerd, maar het heeft gewoon één groot nadeel van... hij levelt maar niet. Je zit aan het einde van de game nog te tackelen. Aan wie heb ik kut geleerd? Bayleaf. Ja, ik gestart er kut leren. Ja, was voor de rest niks. Zo, oké. Pokémon. Kut. Slashing Lurid Cut. Oké, mijn encounter met Headbutt is Apom. Oeh, decent. Apom! Nou, wat gewoon een mascotte Pokémon hoor. In de trailer van de nieuwe laatst komen, Detective Pikachu ziet het kapot eng uit. Nee, Apom! Ik wil de zilver niet, man. Apom! Toegeven. Je hebt nu wel dingen zoals Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. Hoe zou het in de volgende gen zijn? En toen dacht ik bij mezelf van... Let's Go Apom en Let's Go Togepi. Van Apom. Apom kan je wel laten zien van mensen... Oh ja, dat is Apom. Want je moet wel een Pokémon hebben die een beetje... Ja, Togepi geloof ik wel, maar... Ja, Apom... Ja, niet echt. Maar ja, welke moet je dan doen? Je kan niet weer Eevee zeggen. Maar met Togepi, ja. Espeon, ja, maar het is weer een... Het is ja, moeilijk. Waarom dus niet Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee gewoon als vervolg? Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Johto Edition. Ik moet wel zeggen dat Pikachu het dan in het begin kapot makkelijk, hè? Maar... Hey, Pom is binnen. Ja, en ik zet jouw naam... traditie voort. Wat? Deze heet handjob. Oh my fucking god. In gen 1 was het een hond, in gen 2 is het een Apom. Het erg is dat ik het ze nu ook nog in mijn hoofd bij elkaar zie doen. Oh mijn god. Oh, wat een annoying is dit zeg. Ja, oké. Okay. Jij was zijn dus nog hebben, nog niet? Ja, echt nu twee tellen. Ja, oké, dus loop jij weer terug, ga je daar iets proberen te vangen, oké. Maar wie heb ik het leren, is de vraag. Wat dacht je van Sandshrew? Ja, waarom niet? Sandshrew was waarschijnlijk toch niet zo'n goede ding op het moment. Nu. De Sandshrew kan je prima leren. Nee, jammer dat je pas de moeite liet in de laatste tuin hebt. Mm-hmm. Maar daartegen is deze game op is easy, dus. Zal ik ondertussen even kijken wat op de volgende route voor moois nog te kunnen tegenkomen? Doe dat. Ik kan niet wachten tot we de fiets hebben. Ja, die hebben we zo. Oké, we Ilex Forest hebben we gehad. Dan... Ik moet niet met één hand gamen, want dat werkt niet. Hey, maar... Ja? Je hebt toch twee encounters? Wat bedoel je twee encounters? Nou, de stad telt toch ook als encounter? Ja, in de Zelia Town kan je ook headbutten, maar... Even kijken. Maar als je net buiten de route zit en de muziek nog hoort, ben je nog in de stad. Ja, wanneer de cave uitgaat, dat stuk, daar kan je doen. Ja, Therapy, kijk, als je... is dat Doops Claws? Ja, want ik heb mezelf. Ja. Wacht even, waar ben je nu? Je bent in de stad, in het dorp aan het doen, of niet? Nee, niet in het dorp, daarnaast. Maar de cave, maar in de buurt van de cave. Maar ja, ik hoor de tuinmuziek op de achtergrond. Ja, wacht even, bij de sloop ook wel? Ja. Ja, dat valt nog onder Zelia Town. Ja, want ik hoor de muziek nog. Je moet echt dat stuk hebben bij de... Ja, maar ik ben nu eerst een Zelia Town aan het doen. Ja, oké, loop ik even terug. Dan doe ik ook weer even die in Zelia Town nog. Nope, nothing happened.
En daarvan, daar kan je wel Pinecone en execute krijgen. Ik weet alleen niet wat ik met de fucking execute zou moeten. Ik heb geen idee waar ik een liefstone vandaan moet toveren. Nergens. Oké, volgende naam Caterpie is een... Caterpie. Godverdomme! Eet. Zo. Zit serieus te headbutten. Ja, mooi. Nope, nothing. Oké, ander boompje. Oké, als dit zo lang duurt, ga ik even kijken naar het volgende. Nope, nothing. Heb het nu drie keer achter elkaar. Ik zit volgens mij in een boom te schudden waar niks in zit. Ja, ik krijg dat het nu alleen maar get up in je uitje. Weet je wat, ik ga net boven de sloop ook wel maar verkutten. Om een of andere reden denk ik, dan heb ik meer geluk. Oké, route 34. Oh. Help, help, help. Echt waar. Oké, route 34. Wat we tegen kunnen komen zijn een Abra. Een Drowsy. En Ditto. Met surfen. Wat we dus niet kunnen. Fishen met een Old Rod, een Krabby of een Magikarp. Zo, hè? Mijn kant is een Weedle. Moet ik weer een Caterpie tegen? Godverdomme. Weedle hebben we nog niet, dus Weedle wordt hem. Zo, dikke F. Wel level 10, toch? Nee. Ja, wel level 10, dus 1, 2 levels en dan is het een Weedle. Maar ja, tenzij jij het de Trisis goeds krijgt, anders zie ik het niet echt een nut om deze Pokémon in ons team te stoppen. Kom alleen maar Caterpie tegen, joh. Mijn god. Pak wel. Maar heb jij nog een voorkeur op de route van Goldenrod? Nee. Ja, Drowsy is wel nice. Oké. Wiedel is gevangen. Vrouw, kom ik even een ketchupje tegen? Godverdomme, het is niet boring, zeg. Ja. Ik merk dat ik moe ben. Ja, voor jou en ik zijn beide dingen zoals. Shiny hunting, al die dingen zijn voor ons echt niet weggelegd. Ik zou nooit kunnen shiny hunten. Ik vind dat zo'n nutteloze bezigheid. Oké, ik ben klaar, ik ga door. Nou, voorlopig ben ik nog steeds bezig. Godverdomme. Zo, is wat anders dan de Caterpie, jongens? Execute! Execute? Oké. Durf hem alleen niet aan te vallen. Heb ik eigenlijk wel goed gevoel? Oké. Ja, ik kijk ook even naar het team. Ik weet ook niet wat ik momenteel even naar hem van mee moet doen. Nee. Fuck, wat moet ik doen? Ja, ik kan momenteel ook moeilijk zeggen van ja, dat moet je doen. Maar hell. Ik ben naar je team aan het kijken en ik zie ook niet zoiets van ja, dat kan waarschijnlijk helpen. Ik zou zeggen Flavie met Thundershock. Ja, dat betekent dat ik mee bezig ben. Maar voorlopig ben ik gewoon nog aan het slapen. Berage doet hij. Nee, van hoort. Het is zo'n typische... ding aan, van typische... Yo, kan ik even wakker worden of niet? Nee. Magnitude. Weet je wat? Met deze ga ik even wisselen. Ga ik misschien even Ekans levelen. Ben iedereen ermee aan het levelen? Nou ja, voor mij is het een beetje moeilijk om een Zubat te levelen. Want? Beats Life. Beats Life doet niks. Ah, fuck. Ja joh, breng me maar weer tot slaap joh, mafmogol. Zo, en heb het. Weer? Serieus? Oké, Sandschoen, ik mag jou heel graag, maar wil je me alsjeblieft niet continu kritten? Stel ik niet op prijs.
Maar god, ik heb nog maar weinig pokeballs. Hebbes. Oké, dus dat is Weedle en Execute. Dan moet je alleen zometeen nog rechts en dan... Ja, ga ik naartoe, maar ik moet eerst pokeballs kopen. Nou, oké, zometeen nog rechts. Ik hoop dat je een Heracross tegenkomt, maar... Ons kennende... Nou, maar gaat hij wel om 10 hoor. Fuck it. Ja, Echt nog nooit een Heracross gebruikt. Nog nooit. Harm? Ja? Op level 21 moet je de move die Geo doet leert niet leren. Zelfstruct. Ja. Niet doen. Nee, vertel mij wat. Explosion daarentegen? Ja. Maar niet zelfdestruct. Waarom Explosion wel? Doet meer damage en negeert defense. Dus Explosion doet gewoon veel meer. Negeert defense, dus zij kan, hoe heet het? Zou iemand doet detect of zo? Nee, Nee, het is ochtend. Ik bedoel, het ignoreert de physical defense. Oh. Van Pokémon. Dus als die heel hoog is, maakt geen ruk uit. Explosion gaat daar gewoon doorheen. Zoals, zou je op een Fortress? Dan zou het waarschijnlijk wel killen, ja. Ja, ik heb wel schrikkere dingen meegemaakt met Explosion. Heel hard dat het nu ineens ochtend is. Maar jou is nu avond, denk ik. Nee, bij mij is het nog ochtend. Wanneer ik er zometeen in een gebouw in ga, is het dan waarschijnlijk avond. Zo, één eerste encounter, gelijk boomraak. Doofklas. Spiro. Ja. Ja. Ik vind het zelf nu wel fijn als er gewoon een stuk water is of iets anders waar je verschillende Pokémon's kan vangen. Ja, ik heb de battle gehad en het is nu nacht.